Het is de club van mijn dromen. Het is de club waar ik op mijn 6 jaar verliefd op geworden ben. En mijn nabije omgeving wist dat als ik ooit de kans zou krijgen om voor een club als Anderlecht te werken, dat ik dat zou doen. Mijn eerste prioriteit is de club van binnen leren kennen. Goed doorhebben hoe dat de club werkt, wat de sterke punten zijn. En dan kijken, dat zijn analyses maken, kijken waar je toegevoegde waarde kan creëren, waar je ze kan verbeteren ook, dus waar je kan groeien. Uiteraard, ja, de opdracht van een CEO is altijd zorgen dat je meer kan doen met minder geld dan daarvoor. Dus uiteraard is dat budgetair een uitdaging. Ik ga morgen met Michael samen zitten. Ik ga ervan uit dat wij gaan samenwerken. En wij gaan samen met een aantal mensen in de club onze analyses maken. We gaan zien waar dat toe leidt. Hè. Maar ik hoop dat de mensen die vandaag verantwoordelijke rollen nemen, dat die met volle overtuiging die verder gaan nemen in de toekomst. Wouter gaat mij vooral consulteren en adviseren. We hebben dat samen ook bediscussieerd. Wouter heeft een grote toegevoegde waarde in de media, in de sport, ook als strateeg, als visionair strateeg. Dat zijn zaken die zeker kunnen toegevoegd worden aan wat vandaag in de club aanwezig is. Ik geef hem toch wel een belangrijke rol in deze. Er is nood aan iemand uit de sportwereld en liefst iemand van een hoog niveau en iemand met politieke ervaring. En dat is de reden waarom Patrick en Philippe Kloos erbij zijn gekomen. Voor mezelf hoop ik vooral dat ik een heel open relatie met iedereen die hier werkt kan uitbouwen in de komende maanden en heel snel kan zien waar ik toegevoegde waarde kan creëren en dingen beter kan maken. Ja, en voor de supporters hoop ik uiteraard op het best mogelijke resultaat, maar dat gaan de spelers moeten doen.